We starten 8 januari en we zitten alweer in 2014 en wij gaan vandaag van start met het eerste uur, het eerste politieke uur van Zevensprong deze avond, deze woensdagavond. Vandaag hebben wij in de studio Anton Pennings en dat is natuurlijk de voormalige lijsttrekker, oftewel raadslid van de lijst Geemonde en Lianne van der Aren, zij is lijsttrekker CDA en zo dadelijk zal Joke met hun gezellig politiek. Vanavond waren Lianne van der Aa, lijsttrekker voor het CDA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. En Toon Pennings uit Geemonde. Toon is voormalig lijsttrekker, fractievoorzitter van lijst Geemonde geweest en raadslid. Laten we beginnen met Lianne als nieuwkomer in de politiek. Lianne, van harte welkom. Dank je. Je ziet niet zo heel veel tegenwoordig dat mensen nog interesse hebben voor de politiek, maar jij in elk geval wel. Vertel eens, wie is Lianne van der Aa? Ik ben 47 jaar. Ik ben getrouwd met Frank Beck en heb 2 dochters van 13 en 15 jaar. Ik kom uit Lunnen. Daar ben ik geboren en getogen. Dus ik ben echt van hier, zeg maar. Een tijdje weg geweest voor de studie in Leiden en in Vught gewoond. En nu weer alweer een jaar of 12 terug. Ik ben ondernemer. Ik heb een eigen communicatiebureau, ook in Hartje den Dungen, eigenlijk een beetje het centrum van onze gemeente. Ik ben een hele bekende in de gemeente, want wat dat betreft, we hebben heel veel familie heb ik hier wonen. Dus eigenlijk ken ik alle dorpen goed, waar er wonen allemaal wel bekenden van ons. En ik ben, als je vraagt, wat voor type mens ben ik, is dat ik, ik ben betrokken, ik ben heel actief. Ik wil graag iets toevoegen, graag iets doen, het verschil maken. Ik ben niet iemand die meehobbelt met de rest, maar ik wil graag ook iets betekenen. En ik hou heel erg van uitdaging. Dus ik moet, Die uitdaging die zal er zeker komen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Misschien nou eerst eventjes toch terug naar Toon en Pennings. Toon, wat dat betreft een oud-gediende in de politiek. Ja, maar het is ook nou weer een tijdje geleden. Hè? We zijn er nou 4 jaar uit. Hoe lang heeft lijst Geemonde meegedaan? Of doet mee met de politiek? Lijst Geemonde is opgericht in 1967. En toen hadden we dus, toen hoorde Geemonde tot 4 gemeentes. Sint-Oederode, Schijnen, Bochum en Sint-Michielsgestel. We hadden dus alleen raadsleden in Sint-Michielsgestel en in Bochum. In Sint-Michielsgestel was dat toen Harry van Boven en naderhand Koos Rietman. En in Bochum was dat onze bekende Jan Peers. Natuurlijk. En Jan heeft in de raad gezeten tot 2002. En in 2002 heb ik het van hem overgenomen en toen zijn we weer met 2 gekomen. Toen is Kasper Hoenendos in de plaats gekomen. En sinds 2006 tot 2010 heb ik er al in gezeten. En ik vind het verschrikkelijk. We zijn dus eigenlijk de echte lijst Geemondenaar zijn enorm teleurgesteld dat we dus nu niet met de verkiezingen mee kunnen. Ja, maar zullen we eerst eventjes, je mag er zeker nog op terugkomen. Maar eerst even goed naar Lianne luisteraars, want ze zei, ze heeft net gezegd wat voor persoon ze was. Maar de luisteraars heeft waarschijnlijk nog niet gehoord waarom je ook dan toch politiek betrokken bent. Naast wat je net van jezelf zei, maar dat woordje politiek is nog niet gevallen volgens mij. Nee, of ik heb niet goed geluisterd. Nee, klopt, jazeker. Ik wil heel graag iets kunnen betekenen, iets kunnen doen, iets kunnen veranderen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan, ook aan de gemeenschap waar wij wonen. En ik ben vroeger heel actief geweest, dat was nog in mijn studententijd, voor het CDA toen nog, de jongerenpolitiek. Dan ga je verhuizen, dan ga je, krijg je kinderen, zit je in een hele andere levensfase. Maar eigenlijk bleef het altijd wel kriebelen. En ik vond dat het nu wel tijd werd om iets te gaan doen voor het CDA. Ik vond ook wel dat het CDA het wel weer verdient om weer wat fris bloed te krijgen. Ja, dat zou eigenlijk mijn volgende vraag zijn. Ja. Waarom heb je voor het CDA gekozen? Je zei van vroeger uit dan wel, in je jeugd. Maar goed, binnen het CDA is afgelopen jaar ook heel veel veranderd. Dus heel veel mensen hebben niet meer zeg maar, die ambities naar die politieke partij ten opzichte van nu. Ja, kan ik me op zich wel voorstellen, maar ik heb mezelf altijd heel erg thuis gevoeld bij het CDA, omdat het CDA een hele betrokken partij is. Heel erg gericht op de mensen. Wat mij heel erg aanspreekt is het CDA-gedachtegoed van je bent er niet voor jezelf alleen. Je moet ook iets voor een ander over hebben en een steentje bijdragen. En
Ja, het CDA is een hele brede volkspartij. Het staat heel dicht bij de mensen. En ja, daar voel ik me thuis. Dus, oké. Okay. Ja. Goed, luisteraars. Lianne van der Aa legt dus uit waarom ze politiek betrokken wil zijn. En waarom het CDA. En Toon Bennings had net al gezegd van, nou ja, goed, Lijst Geemonde zo lang in de politiek. En ja, op dit moment ziet het er eigenlijk niet naar uit dat Lijst Geemonde nog doorgaat. Tenminste, de luisteraars zullen het Brabants Dagblad gelezen hebben. En daar stond dat vandaag in. Toon, misschien kan jij er iets over vertellen. Dat kan ik wel. Lijst Geemonde dus, die is in 1996, toen we bij de herindeling zijn ze voor de eerste keer met twee zetels in Gessel in de raad gekomen. En dat is altijd, ja, tot en met 2006 is dat geweest. En nadien heb ik er alleen gezeten. En dan is er toch een groot verschil. Niet alleen in Geemonde, maar in heel het dorp. Dus nog een de beste willen wensen dus voor het jaar 2014. Kijk, dat zijn nog mooie wensen op je geval. Ja, het mag nog, hè? Ja, dat de eerste nog, 10 dagen of zo, hè? Ja, mag nog. Ja. Lianne, overval ik jou wel mee om iets te zeggen voor de luisteraar of na de luisteraar in verband met de verkiezingen vanuit het CDA? Of... Ja, nou, ik geef je de vrijheid. Ja, ja, ja. Ik ga uit van een. Ik hoop, laat ik het zo zeggen, ik spreek de hoop uit dat we een hele mooie campagne kunnen gaan voeren de komende 10 weken. Want het zijn nog 10 weken, hè, tot 19 maart. Zoals de burgemeester het ook al eerder zei, we hopen op een schone campagne. Nou, wat ons betreft hoeft u daar niet bang voor te zijn. We gaan op onze eigen kracht uit. We gaan van onze eigen kracht uit. We hebben onze eigen standpunten. We hebben een goed team klaarstaan, een enthousiast team. We willen de boer op, we willen gaan luisteren. We willen heel veel informatie ophalen en proberen daar zoveel mogelijk ook mee te doen. En dat weer te vertalen straks in de gemeenteraad met een hele goede fractie. En ik hoop dat we daar alle steun van krijgen bij al onze inwoners in het hele dorp. Ja, dat is natuurlijk heel mooi gezegd. Maar misschien voor de luisteraars ook wel belangrijk. Wat is nou eigenlijk de titel of het programma? Of waar gaat het CDA nou? Je zei wel, we gaan de boer op. Maar waar ga je mee de boer op? Ja, CDA, titel. Dus de kop van het programma. CDA durft te kiezen. U ook? Oh ja, nou, dat is in elk geval een mooie titel. En spreekt denk ik ook een heleboel mensen aan in deze tijd. Van welke partij je dan ook, bent. Ja. Luisteraars, we zijn bijna aan het eind van dit programma. Ik dank u voor het luisteren. Maar ik bedank zeker Toon Pennings, oud-raadslid voor Lijst Geemonde, voor zijn aanwezigheid hier. En voor de uitleg waarom Lijst Geemonde niet deelneemt aan de komende verkiezingen. En ik dank Lianne van der Aa, lijsttrekker voor het CDA, bij de komende verkiezingen voor haar inbreng hier en uitleg wat het programma van het CDA betreft. Dank jullie wel, allebei. En ik zeg ook allebei veel succes bij de verkiezingen. Want luisteraars, zoals Toon Pennings heeft aangegeven, hij wil ook voor Geemonde scoren, ondanks dat er geen lijst Geemonde meer is. Dankjewel. En om 9 uur, sorry, ik ben altijd in de war, luisteraars, met de uren. Om 9 uur gaan Twan van Vught en Bo van de Groenendaal weer verder met het programma. Met de actualiteit en een muziekje tussendoor en misschien ook wel wat klets tussen aanhalingstekens van beide heren. Ook hun wens ik succes en Bo bedankt voor de techniek deze avond. En luisteraars, u tot volgende week met weer een nieuwe lijsttrekker. Dank u wel.